Ik ben Thomas van Ophem, speerwerper, 30 jaar. En ik ben afgelopen jaar Nederlands kampioen speerwerp geworden. Ik ben dus Nederlands kampioen geworden speerwerpen afgelopen zomer. Voor de eerste keer in mijn carrière. Wel al eerder in 2017 het Nederlands record speerwerpen verbroken. En nu dus voor het eerst Nederlands kampioen. Natuurlijk, iedereen wil heel graag Nederlands kampioen worden. Je moet alles precies op het juiste moment op de juiste plaats vallen. Uiteindelijk, het Nederlands record is specialer, want dat staat voor langere tijd natuurlijk. Nederlands kampioen ben je voor een jaar, recordhouder inmiddels al 5 jaar. Het mooie aan speerwerpen is dat als het een goede worp is, dan voel je hem helemaal niet. En daardoor weet je eigenlijk dat hij ver gaat voordat de speer de grond geraakt heeft. Ik ben hiernaast software-engineer. Ik werk bij Betty Box in Alkmaar. 40 uur in de week. Gelukkig zijn ze heel flexibel vanuit mijn werk. Als ik wat eerder weg wil om te kunnen trainen, is dat vaak mogelijk. Komend jaar natuurlijk weer een nieuw Nederlands kampioenschap. Waar we de titel willen prolongeren. En daarnaast is er een Europa Cup landenteams. Waar ik hopelijk heen mag. En als het goed is ook het wereldkampioenschap. Maar daarvoor moet je vooral kwalificeren natuurlijk.